We zijn een cold case team gestart in Oost-Nederland, omdat we nu als grote eenheid echt mensen kunnen vrijmaken om op dit soort onderzoeken te investeren. En dat werpt zijn vruchten af. Het team dat zich bezighoudt met oude zaken die niet opgelost zijn, heeft een eerste succes geboekt. In 1996 wordt een vrouw op de Koehoornsingel in Zutphen door twee mannen naar een auto gesleurd. Ze duwen haar naar binnen en terwijl één van hen op wacht staat, wordt ze door de andere verkracht. Daarna wordt de vrouw een stukje verderop uit de auto gezet. Er wordt DNA gevonden, maar de dader blijft spoorloos. Tot nu. Vorig jaar werden we geconfronteerd met een DNA-spoor wat in de DNA-databank terechtkwam. Wat keurig paste bij deze zaak, die we ook al in ons archief aan het opzoeken waren. En dat heeft ertoe geleid dat we zeiden, nou, hier kunnen we heel concreet mee aan de slag. Het onderzoek leidde naar een 54-jarige man uit Deventer. Hij zit voor 90 dagen vast. Het 58-jarige slachtoffer is door de politie ingelicht. Ook al is het al heel lang geleden, voor die slachtoffers natuurlijk een incident wat ze meemaken, wat ze hun leven lang met zich meedragen. En we zijn heel blij dat we het hebben kunnen oplossen.